Maandagavond vond in hotelrestaurant Wijnenbrugge de oud-spelersavond van Blauw-Zwart plaats. Een zestigtal coryfeeën tekenden present op deze jaarlijkse reunie. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. Op uitnodiging van uitbater Rudy Koussaert zakten heel wat grote namen af naar Wijnenbrugge. Zo mocht de garde voor het eerst sinds lang opnieuw Erwin van den Dalen, René van der Rijken, Hugo Broos en Mark de Grijze verwelkomen. Zij waren er de vorige edities om diverse redenen niet bij. Verleden jaar zat ik in Griekenland. Dan de jaar ervoor, als je in Genk zit, is het wat moeilijk om maandags na de training even naar hier te komen en dan terug te gaan. Dus het waren altijd omstandigheden waar het niet mogelijk was om hier te komen. Maar het is een feit dat ik hier zeer graag terugkom en vandaag wist ik dat ik zeker en vast kon komen en daarom ben ik hier ook. Ik ben 6 jaar en 3 jaar bij de jeugd, 9 jaar als speler bij Club Brugge geweest. Ik heb 1 jaar of 3, 4 bij Club Brugge als technisch directeur gewerkt. Dus dat vergeet je niet zomaar. Ook al heb je goede en minder goede momenten. Ik bedoel, dat moet je verwerken. En ik vind het altijd leuk als je kan terugkomen. Dus ik voel me er goed bij. Sinds Stefan Verrijken voorzitter is van Doedegaarde, waait er een nieuwe wind door de vereniging. Met de vernieuwde formule van de oudspelersavond wil hij nog meer sterren van weleer bij hun ex-club betrekken. Club Brugge is ook een club die enorm veel coryfeeën heeft teweeggebracht. Maar iedere keer op onze reunies ontbraken de meeste coryfeeën. Allerlei door verschillende omstandigheden weliswaar. En dat is ook een van de beweegredenen van Rudy om te zeggen, we gaan nu eens iets doen buiten Jan Bruidel. In een privésfeer min of meer, met alle mogelijkheden van dien, zodat dus die spelers die dus momenteel afgehaakt hadden, dat dan die spelers dan toch zouden komen naar een reunie. En nu vandaag zeg het, ja, weliswaar ten spijte van het weer, want anders waren misschien nog meer spelers aanwezig geweest, maar toch vandaag zijn er toch een aantal spelers bij ons geweest die misschien de afgelopen reunies afwezig waren. Naast een heerlijk diner was er ook een tombola ten voordele van Doedegaarde. Opvallend, voormalig aanvaller Patrick van de Voorde ging zowel met de tweede als de eerste prijs lopen. Een printer en een tweedaags verblijf in Italië. Ook initiatiefnemer Rudy Koussaert werd in de bloemetjes gezet. De coryfeeën zijn vol lof voor de vernieuwde aanpak van Doedegaarde. Hoe zeggen Stefke Verrijken, de voorzitter van de Oude Garde, die zet er zijn schouders onder, samen met de voorzitter. En ik vind, je moet dat ondersteunen. Het is goede bedoelingen. Ze tonen de waardering voor de oudspelers. Ik vind dat de oudspelers ook waardering moeten tonen voor hun oudclub. Dus doe zo verder en breid het maar uit. Dan zullen we daarachter blijven staan. Op zo'n reunie wordt uiteraard vooral over voetbal gepraat. En dus ook over het Club Brugge van nu. Ook de oudspelers zien dat het goed gaat dit jaar. Ik denk dat we vooral voelen dat er weer rust is gekomen. Ik denk dat de voorbije jaren bij club weinig rust is geweest. En dat is niet eigen aan deze club. Deze club is altijd in alle rust problemen kunnen oplossen. En dat was de laatste 2-3 jaar niet het geval. Club Brugge is na een moeilijke periode, waar ik zelf ook heb deel van uitgemaakt, is terug een klein beetje op de goede weg. Spreek de mensen weer beter aan. Doe niet te ingewikkeld zoals het voetbal. Hou het simpel. Straight to the people. En ik vind het dat ze goed bezig zijn. Club altijd en overal volgen, schrijf je dan nu in op een van onze sms-diensten. Sms Info All naar 9482 en ontvang op je gsm de ploegopstelling, de ruststand en de eindstand van alle wedstrijden van Club.
Wil je bovendien à la minuut ook alle goals doorgestuurd krijgen en extra matchinfo zoals rode kaarten? SMS dan Info Plus naar 9482. Voor meer info over onze sms-diensten, surf naar clubbrugge.be.